boodschappengeleertjes van Just a Spare Comment. Het is ook een gloednieuwe vlog op ons kanaal. Het is tijd om weer eens een Mac-vlog te doen. Ik wil mijn saus. Geef mijn saus. Oh, heb ik jouw saus? Yes. Nee, ik heb jouw saus niet. Want ik heb hier nog twee frietsaus voor mijn... Dank je. Wat je daar met frietsaus doet? Er is trouwens ook zo'n... in Engeland of zo, dat kwam toen de laatste keer op mijn telefoon. Ergens bij, in Engeland bij de McDonald's, dat ze daar geen frietsaus meer verkochten omdat daar geen vraag naar was of zoiets. Wat? Ja, of het was mayonaise. Of een van de, in ieder geval die frietsaus of mayonaise. In ieder geval de gele saus. En daar was gewoon geen vraag meer naar, of niet genoeg, waardoor ze gewoon hadden gezegd van, joh, ja, dan verkopen we niet meer, zeg maar. What the fuck? Hier dus kan je echt niet zonder hoor, in Nederland. Ja, eerst vond ik die saus echt het lekkerst, zeg maar. Nog steeds. En toen werd ik, zeg maar, volwassen. Ik vind hem niet vies. Alleen ik vind andere dingen lekkerder. Snap je wat ik bedoel? En dan is zeg maar, waarom zou je dan dat pakken als je iets anders lekkerder vindt? Dit deze ziet wel heel lekker uit. Kut. Ja, kut zo. Er zit wel tomaat op. Lust jij tomaat? Oh nee. Maar dat moet ik zeggen, als ik dat eraf laat halen. Ja, dat was vergeten. Maar dat maakt niet uit, want nou was hij gewoon lekker snel klaar. Ja. Alleen nou is die tomaat zo half ingebrand, weet je wel, in dat vlees. Godverdamme. Boept de vogel recht op de ruit. Nice, maar gelukkig is het nat, hè. Ja. Ja, goh. En vers. Kijk, daarvoor heb ik altijd een mes dan. En als hij dan op de auto zit, dan tja. Hey! Oh. Hey! Het is vandaag, 13 maart, de grote dag van de trailer van Crimes of Grindelwald. Ik ben benieuwd wat voor crimes. Echt gewoon puur een winkeldiefstal is, dat hij gewoon een stafje had, of echt van die heftige, weet je wel? Of heel veel. Als die minderjarige misbruikt en graag. Nou, dat zijn tenminste wel crimes waar ik wel voor wil kijken. Want had hij ook een beetje een leger of dan niet? Volgeling, of was hij echt solo? Duf. Ook. Ja, daar ruim ik, dat pak ik straks wel. Ja? In de boeken zeggen ze, het zijn de voorlopers van dooddoeners, zeg maar. Terwijl Grindelwald wel echt een andere kijk had eigenlijk. Maar ja, bij Voldemort was het ook een beetje als je bang was. Als je slechte niet kunt verslaan, dan joinen een beetje wel. Zo was het ook wel. Ik denk dat daar ook op een gegeven moment een beetje het motto werd van de Malfoy. Ja, zeg maar. Tuurlijk. Van ja, we kunnen niet meer verslaan. We vinden het eigenlijk fucked up, maar we willen ook niet dood, dus. Heb je nog wat leuks meegemaakt de afgelopen week? Nou, dan vraag je echt iets. Echt iets leuks. Iets interessants, iets grappigs, iets. Ah, ik heb gisteren gekaart en normaal win ik altijd. Maar ik had nou echt alles verloren, was echt niet leuk. Echt gewoon. Ik had één potje maar gewonnen en dan win je 15 cent. Ja. En als je een potje verliest, dan. Want we speelden met z'n vieren, dus dan geven we iedereen 5 cent. Als je verliefd moet je de hele tijd 5 cent weggeven. En normaal win ik en Daisy wel, of één van ons, maar dit keer twee potjes gekaart, zeg maar. En dan speel je 6 potjes, dat is één potje. Waarvan we de 1 hadden gewonnen en 11 hadden verloren. Nice. Dus we waren gewoon echt gewoon 1,50 euro kwijt. Dus, 1,50 euro is niet veel, maar je doet de hele tijd met 5 centjes. Ja. Dus dan echt gewoon de hele tijd verloren. Dus dat was echt fucked up. Ook gewoon echt geen kans, zeg maar. Gewoon tweede ronde en dan was die oma al uit. Dat je echt dacht van, wel, kom op, weet je wel. Gewoon die Exodia One OTK's, weet je wel. Gewoon dat je gewoon geen counterplay had. Zij had gewoon meteen de juiste kaarten, ze legt uit. Ja, ik ben al. Nee, zij deelde de kaarten zeker. Ja. Ja, en ik speel nou weer een beetje WoW. Ja, dat is een beetje jammer, ja. Fortnite. Maar Fortnite minder. Omdat de Rational te vaak wel doet, of? Nee, ja, kijk, Fortnite is zeg maar, het is elke keer hetzelfde. Ja, dat snap ik wel. Het is echt, kijk, met andere spellen heb je nog een beetje van,
variatie, weet je wel. Van, mm-hmm. oh, ik heb nou hier geen zin in. Dus ik ga iets anders doen. Ja. Bij Fortnite is het gewoon elke keer, je gaat in die lobby, je wordt... Ja, oké, je kunt ergens anders landen, maar het is wel... Ja, het is hetzelfde. Het is wel elke keer hetzelfde. Als ze bijvoorbeeld al de map iets kleiner zouden maken, en dan de map opsplitsen in 5 of 3, 4 delen, en dan eventueel met andere maps, zeg maar, roteren, ja. dan voelt het al heel anders aan, zeg maar. Net zoals met Call of Duty, van... Je moet het, zeg maar, zo vergelijken, je speelt Call of Duty, maar elke keer in dezelfde map. Ja. Elke keer in dezelfde map. Game mode. Ja. En ja, oké, de game mode kun je dan wel switchen naar solo, squad, duo. Maar dat blijft wel hetzelfde. Ongeveer. Je hebt niet gun battle of weet je wel dat je elke gun een keer moet gebruiken. Dat soort dingen. Nee, oké, maar je hebt wel zo'n mode die één keer in de zoveel keer komt. Net zoals nou zo'n teams van 20. Maar... Dat is saai. Ja, ik snap wel wat je bedoelt. Maar ja, daar loop ik dus ook tegenaan bij Fortnite. Dus van, het is leuk, maar het is niet een spel wat ik, zeg maar, heel lang volledig kan blijven spelen. Omdat, ja, dan, je kijkt er wel sneller op uit, zeg maar. Ja. En als je het weer te weinig speelt, word je er ook nooit goed in. Nee. Dus je hebt niet echt een keuze, maar je moet wel spelen, want je wil er beter in worden, want je wil winnen. Maar oefen je zo vaak, dan... Kijk je er ook weer te snel op uit, want zo, ja, het is, ja, daar loop ik tegen eigenlijk. Je hebt ook mensen die zeggen, oh, ben je gek, Fortnite is de shit, en die hebben een Fortnite tattoo, weet ik veel, maar, ja, ik heb wel een beetje variatie nodig. Je hebt ook gezegd, ja, je hebt andere wapens, ja, oké, okay. Ja, maar wat voor andere, je hebt zeg maar 2 goede AR's, zeg maar, de rest is niet goed, je hebt ook maar, ja, die shotguns, dan heb je die pump en die tech. Je hebt, zeg maar, ook maar een paar wapens die, zeg maar, goed zijn om te gebruiken. Niet elk wapen is goed. Net zoals die crossbow, dat is gewoon niet goed, weet je wel. Maar dat moeten ze gewoon doen. Gewoon de map iets kleiner maken, zodat de potje ook minder lang duurt. Meer actie. Ja. Maar dat hoeft niet per se. Alleen, dat zou al helpen met... variatie, want het is ook, zeg maar, stel jij gaat helemaal links boven, je springt er als laatste uit, weet je wel, dan land je en ben je bijna altijd alleen. Als dan de zone, stel je bent links boven en de zone gaat helemaal rechtsonder, maar hij begint dan eerst in het midden of rechtsonder en dan nog meer rechtsonder, dan ben je gewoon aan het looten, 2-3 minuten, ja. En daarna ben je gewoon 10 minuten aan het rennen. En als je dan tijdens het rennen wordt hinderlaagd, dus dat hun al op een berg staan of hun jou van de zijkant schiet en je bent dood. Dan heb je voor niks... Dan denk je echt van, oh. En zo'n potjes zijn gewoon echt kut, weet je wel. Ja. Ze kunnen die shit al fixen. Gewoon maak de map iets kleiner. Split de map op. Of map rotations, dat er gewoon meerdere maps zijn. En dat kunnen ze best makkelijk... Ja, makkelijk. Ja. Nou, je kan in ieder geval niet zeggen dat ze niet aan updates doen. Want dat doen ze gelukkig wel. Ze zijn wel elke keer bezig met de game, zeg maar. Ja, wow. Nieuwe skins, nieuwe wapens. Nou, nieuwe wapens, best een update. En als ze ondertussen bezig zijn met een nieuwe map, nou, dat is toch alleen maar goed. Beter dan Brick Bronze waarin niks gebeurt. Ja, dat klopt, maar... Nou, de reden waarom ze dat doen, is omdat de battle royale... Fortnite was eerst, zeg maar, zo'n build and defend spel. Uh-huh. Dat is 4, 5 jaar of zo is er al aan gewerkt. Alleen, dat loopt heel slecht. Toen zijn ze dus gekomen met battle royale. Uh-huh. Waardoor het spel dus echt mainstream is geworden, heel populair, bla bla bla. Alleen, wat daar dus het probleem is, niemand pre-ordert dus meer ook het spel om het spel te spelen. Iedereen speelt Fortnite voor battle royale. Yeah. En daar verdienen ze eigenlijk niks aan, tenzij mensen skins kopen, bla bla bla. Dus die 5, 6 jaar gooien ze nou gewoon in principe de deur uit, want daar gaan ze nou toch niks meer mee doen. Dus al die kosten die ze hebben gemaakt, zijn voor niets. En nou gaan ze alles focussen op Battle Royale, maar het nadeel is dat zo'n Battle Royale game, word je ook weer snel op uit... Ja, dat klopt. Relatief snel op uitgekeken, zeg maar. Dus ja, dan is het goed, ja, nieuwe wapens en bla bla bla, maar ik zou dan liever hebben dat ze nieuwe...
modus doen, nieuwe maps. Ja, maar dat doen ze misschien ook wel. Maar jij denkt altijd dat het poef is en het is klaar, zeg maar. Maar dat zit gewoon heel veel werk achter. Ook een groot nadeel. Ja, ik denk niet poef. Maar ik denk wel van, je moet daar nou wel mee bezig zijn, zeg maar. Maar daar zijn ze waarschijnlijk ook gewoon mee bezig. En wat ook een heel belangrijke factor is, e-sport. Fortnite is weer te random om er e-sports van te maken, want het is niet altijd gelijk voor iedereen. Nee, dat klopt. Maar het is allemaal RNG. Je landt en je hebt een golden scar en je moet tegen iemand met een grijze AR, ja, dan ben je een beetje dom als je verliest. Of je hebt 100 shield en iemand anders heeft geen shield. Ja. En met een golden scar. Het is te random om er ook echt competitive om te zeggen van oké, iedereen heeft gelijke kansen, de beste wint. Ja. Dus als ze dat ook niet fixen, komt er ook geen competitive mode. Nee. Dus dan kun je al niet groot worden van e-sport zien. Mm-hmm. Wat er relatief snel op uitkeek, want het is elke keer hetzelfde. Plus het originele spel, waar je 4-5 jaar lang mee bezig was om dat te maken, dat koopt niemand. En iedereen speelt de gratis variant. Dus hun hebben wel een probleem, hoor. Ja. Vind ik. Denk ik. Dus ik ben benieuwd hoe ze eruit gaan komen. Ik denk echt dat het, zeg maar, nu is het een hype en nu verdienen ze eraan. Ja. Maar als de hype er eenmaal af is, dan stort dat hele spel in, zeg maar. Ja, maar dat is toch met elk spel zo. Ja en nee, want net zoals met Call of Duty, ja, maar is jouw lobby 12 mensen, of zeg dat goed, 12 of 14 mensen of 12. Tenzij je Ground War speelt. Met heel veel andere spellen kun je met veel minder, met League of Legends 10. Mm-hmm. Maar voor Fortnite heb je 100 mensen nodig. Ja, dat snap ik, alleen weet je. League of Legends is nog wel net zo groot als dat het was, maar Call of Duty is al veel minder groot dan dat het was. En datzelfde geldt voor bijvoorbeeld de Pokémon Go, is ook bij de hype goed en daarna is het weer weg. En dat is met alles zo. In League of Legends is wel echt minder, hoor. Nou, League of Legends dan ook, zeg maar, en World of Warcraft ook. Ja, dat is ook allemaal minder. Kijk maar naar de kijkcijfers en zo. Dus eigenlijk eerst Hearthstone ook waarschijnlijk. Eerst was het zo. Ik overal Hearthstone, nu nergens meer. Eerst was het zo dat League of Legends als EU, LCS of NA was gewoon standaard 200.000 kijkers. Mm-hmm. En nu is EU gewoon 70.000 tot 60.000 kijkers. En als het echt een cut match is, is het 40.000 kijkers. Ja, dat is fucked up. Ja. Snap je? Ik snap het wel. Dus die dingen die gaan langzaam en dat snap ik. Maar het is, zeg maar, in hoe verre kun je het uitstellen, zeg maar. Mm-hmm. En bij sommige spellen, als ze niet eens de e-sport scene halen, omdat het te random is, dan valt dat al helemaal af. Ja. Dus dan kun je ook geen tournaments, pro, bla bla bla, want het is ook te random. Het zou kunnen, want met Hearthstone kan dat ook, weet je wel. Mm-hmm. Hearthstone zit ook gewoon RNG momenten in. Alleen omdat het met een shooter is, is het ook weer anders. Ja. Is het ook weer, want je hebt dan echt een nadeel. Plus de hipspread, zeg maar. Omdat het in third person is, heb je niet, zeg maar, de scope en wat je dan, waar je dan op richt, daar schiet je op, zeg maar. Is het, zeg maar, je hebt een bepaalde hipspread. Je hebt dan een puntje en dan dat kruisje, zeg maar. En als je dan schiet, dan wordt die steeds groter. Dan is het dat je in dat gebied schiet, maar het is random of je dan linksboven schiet. Of helemaal rechtsonder, of dat je hem raak schiet. En zo merk je dat dus ook al met die burst rifle, weet je wel, die AK, weet je wel, die dan drie kogels schiet. De ene keer, dan schiet je op iemand, dan heb je hem meteen down, dan denk ik, oh, fucking goed wapen. Ja. En de andere keer schiet je, dan raak je de hele tijd maar één van die burst shots. Dus de hele tijd 1-30. En dan is het echt de meest kutte wapen ooit. Dat kan niet. Kan niet met een professionele e-sport shooter. Je kunt die inconsistentiteit kun je niet hebben, want je kunt dan maar beter worden met bepaalde, tot een bepaalde hoeveelheid. En dat bouwen. Ja. Dat bouwen, dan moeten ze dan, ja. Kijk, dat bouwen is vet. Alleen
Stel, je hebt twee bouwers tegenover elkaar, die elkaar niet gaan pushen. Dan is het weer fucking saai. Nee, dat klopt, ja. Dus ik ben dan echt heel benieuwd hoe ze dat gaan doen. En ze kunnen dat bouwen al fixen. Hè? Gewoon zeggen van, joh, je kunt 3 dingen maken per 30 seconden. Mm-hmm. Gefixt. Snap je? Maar die dingen doen ze allemaal niet. Omdat, ja, maar wat is Fortnite? Ja, bouwen. Dus ik ben echt heel benieuwd hoe ze dat probleem gaan... hoe ze daarmee omgaan, zeg maar. Want ja, probleem, ja, ik weet niet of je het een probleem kunt noemen. Maar zie eerst maar eerst in e-sports te komen. Ja, maar misschien willen ze allemaal niet in e-sports. Jawel. Elke game wil in e-sports. Ja. En er zijn ook al pro-teams gemaakt. Hè? Net zoals die hele hoge streamers, zeg maar, die zitten al in teams, zeg maar. En willen echt wel in e-sports komen, want je krijgt zoveel gratis promotie, reclame. Dat als je niet in e-sports zou willen komen, dan weet ik niet wat je in de game business doet. Ja, okay, ja. Als je zo'n game maakt. Mm-hmm. Player versus player. Als je dan niet in e-sports wil komen, dan maak ik gewoon geen player versus player game, maar maak dan The Witcher of zo. Weet je wel. Dat je gewoon kunt zeggen van, oké, ik kies er daar expres voor om dat niet te doen. Maar wat ze wel doen, is fucking beast. Ja, want daar gaan ze ook op richten met de nieuwe Smash, hè? Ook meer solo of meer PvP? Nee, betere online connectie. Dat je ook echt online tegen elkaar kan, dat is wel nice, kan battelen. Ja, gewoon met de Switch gewoon. Ja. Nou, of ze dat gaan doen, dan zou het mooi zijn. Ja. Daar gaan ze trouwens nou ook bij. Het wordt dan wel betaald natuurlijk, hè, ook Switch internet. Maar ja, dat was al bekend toen de Switch kwam. Maar, dat betekent misschien wel dat de internetconnectie veel beter is. Want toen bij de ouderen, zeg maar, was de internetconnectie echt super slecht. Mm-hmm. En dat verbeteren ze nu, dus dat is dan wel weer fijn. Laten we het hopen of het wordt gewoon geld wat een extra in de zak gaan doen. Ja. Het zou me ook niet echt verbazen dat ze zeggen dat het gaat veranderen en dan... Ja. Maar we mogen in ieder geval niet klagen met wat ze al hebben gebracht, zeg maar, voor zo'n korte periode. Een Odyssey en een Breath of the Wild waren gewoon super goede games. En ik verwacht echt nog wel dat er nog veel vettere games gaan komen. De nieuwe Pokémon, Smash, als ze het een beetje goed doen. Maar dat mocht ook wel. Want ja, wat ze bij de Wii U hebben gedaan, was geflopt, echt gewoon van... Ja, maar daarom mag je toch best trots zijn op Nintendo, dat ze nu gewoon nog goede dingen hebben gemaakt. Maar dan vind ik een beetje van trots. Oké. Dus stel, een politieagent doet zijn werk, geeft iemand een boete. Moet je dan trots zijn op die politieagent? Oh, je hebt echt goed je werk gedaan. Ja, nee, je doet toch gewoon je werk. Je bent gewoon Nintendo als bedrijf en je wil gewoon een goede console uitbrengen met goede games. Ja, je, dat weet ik niet. Iets breng je uit en dat flopt. En daarna doe je gewoon zoals het hoort, moet je dan per se trots zijn. Nou, niet zoals het hoort. Dat is gewoon van, ze moeten ook wat bedenken. Het is, nee. Jij doet net alsof iedereen zijn baan altijd super makkelijk is, maar jij kan het zelf ook niet. Dus... Nee, ik bedoel niet, dat bedoel ik niet, maar moet je dan trots zijn? Ja, ik vind dat wel. Eigenlijk een underdog, want ja, de PlayStation en de Xbox zijn veel groter. Dan vind ik dat je daar best trots op mag zijn. Maar in hoeverre mag je dan ook teleurgesteld zijn? Ja, gewoon. Iedereen is elke keer teleurgesteld, dus... Je zei net zelf al, de Wii U, dat die teleurstellend was. Ja, nou, als je teleurgesteld mag zijn, mag je ook trots zijn. Ja, zeker. Alleen, ik bedoel, zeg maar... Kijk, het is niet dat ik hun haat. Het is meer van... Wanneer moet je trots zijn? Waarom kan ik niet gewoon verwachten dat gewoon zo'n bedrijf gewoon... Gewoon met een nieuwe console, een nieuwe Mario, een nieuwe kart en een nieuwe Smash. Kijk, en daarvan doen ze dan een nieuwe kart, hebben ze niet eens gedaan, want het is dezelfde. Mm-hmm. Ze hadden geen nieuwe Zelda. Ja, maak dan geen nieuwe console. Zo denk ik dan, weet je wel. Maar goed, ze gaan de goede kant op, dus ik ben blij. Die Crash Bandicoot gaat dik worden, joh. Nou, want ik dacht namelijk al dat hij op de Switch was. En toen ging ik naar de Game Mania gewoon even om te kijken. Toen ging ik te zoeken, hoezo niet op de Switch? Maar ik wist helemaal niet dat het helemaal geen Nintendo spel was, Crash Bandicoot. Voor welk is het dan? Ja, het is niet van Nintendo, maar... Nee, het is PlayStation. Ja, maar je hebt hem ook op de GameCube. Oh. Waarom dan? Vind ik het gewoon raar dat die Crash Bandicoot die ik heb, die is op de GameCube. Oh. Maar in ieder geval, dus ik hoop dat hij erop was. En toen was hij er niet. Alleen toen was ik wel heel blij toen ik dat zag, want ik ga die game sowieso halen.
Met betere graphics en je hebt gewoon alle drie in één. Ja. €60 denk ik. Nou, voor goede graphics, nou, prima. Ja, je koopt eigenlijk drie games, hè? Ja. Goed, bedankt voor het kijken van deze vlog. Voor het leuke vlog. Doe een duimpje omhoog. Justin heeft nog één ding te zeggen. Wow, inderdaad. Weet je nog, toen we bij de raampje stonden, toen zei ik nog. Maar dat wil ik nog wel even zeggen trouwens. Ja. Als je bij de Mac bent en je bestelt één ding en je eet dat ding op en je hebt daarna nog honger. Ja. Dan heb je altijd zo van, ah fuck, weet je wel. Dan heb je altijd gewoon zin in meer. Mm-hmm. Dus wat ze eigenlijk doen is, je eet dan meer, zodat je echt helemaal vol zit. En als je helemaal vol zit, voel je weer fucked up. Ja. Dus dat is gewoon... Dat is fucked up. Dat is toch gewoon heftig. Dan stoppen ze dus waarschijnlijk... Ik weet niet, zouden ze dat in het vlees doen of zouden ze dat over de burger spuiten? Nee, ze zullen het er niet over... Nee, ik denk dat dat tussen je oren zit. Ik denk wel dat dat tussen je oren zit. Ik weet niet, want stel, je gaat nou een maand niet naar de Mac. Heb je ook geen zin in de Mac? Of dan is de tweede maand niet gaan minder moeilijk. Terwijl als je nou... Maar dat is met alles zo. Als je nu een maand niet rookt, is de tweede maand ook minder moeilijk. Ja, maar roken is verslavend. Dat is bewezen. Ja, stoffen in die verslavend zijn. Mm-hmm. Zitten hier dan geen stoffen in die je kunnen helpen met het extra lekker vinden? Ik denk het wel hoor. Nee, ik denk dat het gewoon... Nee, dat denk ik niet. Nee? Nee, want anders zou dat ook verslavend moeten zijn. Het hoeft niet per se verslavend te zijn. Mm. Maar de ene is ook verslavingsgevoeliger dan de andere, dus ja, dat weet je nooit. Nee, oké, maar als ze gewoon voor de zekerheid gewoon overal wat in doen, dan, dan heb je het altijd goed. Maar, bedankt. Ja, je had nog één ding te zeggen, maar dat heb je nog... Ja, ik heb nog één ding te zeggen en dat is bedankt voor het kijken. Oh, bedankt voor het kijken, tot de volgende keer. Adios amigos, en zeg even dadelijk wat je van de trailer van Grindelwald vindt. Want die gaan wij straks kijken. Adieu!